Hallo allemaal en welkom terug. Het is nog steeds donderdagochtend, heel erg vroeg. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een diehard fan van deze mevrouw, burgemeester Femke Halsema. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld of all time. Moet je deze nou zien, mensen. Dit zijn de voorleesdagen, dus dit is recent. Kijk nou hoe ze eruit ziet in het zwart-wit, helemaal te gek. Voorlezen aan een basisschool, helemaal cool, echt helemaal cool. Dit is deel 3 en het laatste deel van ons drieluik. Ik heb een slaapstoornis. Dat betekent dat ik goed moet nadenken over waar ik slaap en hoe ik slaap, et cetera. En dat ik bepaalde dingen niet moet eten en drinken voor het slapen gaan. En zelfs dan gaat het nog niet altijd goed. Ik ben heel serieus bezig met mijn nachtrust. En zo'n maand geleden gaf burgemeester Halsema een interview aan het Parool. En dat gebeurde in de ambtswoning. En het interview is vreselijk saai. Het is een interview van het Parool. En het is gedaan door Michiel Cousy en Ruben Koops. Kijk, leuke foto's, hè? Interview is echt super saai. Je zou er bijna van in slaap vallen. Maar de opening van het interview is wel heel interessant. Overal slingeren ze rond in de ambtswoning. Schriftjes, opschrijfboekjes. In de tas in de slaapkamer of op de keukentafel. Altijd binnen handbereik om nachtelijke ideeën of gedachten te bewaren en om te zetten in actie. Althans, als ze de volgende ochtend nog steeds zo goed zijn als ze in de donkere uren leken. Ik lig 's nachts vaak met mezelf te vergaderen, zegt burgemeester Femke Halsema. Er is zoveel aan de hand in zo'n stad, je moet over zoveel dingen nadenken, dat ik inmiddels wel, het staat er echt, 8 schriftjes heb liggen. Dan loop ik 's nachts even naar de keuken om het bij te houden en de gedachten te ordenen. Halsema is inmiddels anderhalf jaar burgemeester van Amsterdam. Ze omarmt het ambt zonder reserves. En aan het einde van de dag gaan de tassen vol met stukken mee naar huis. Ze moet altijd bereikbaar zijn. En ze voert vreselijk gesprekken met mensen die iets rampzaligs meemaken. En toen ik dit las, toen dacht ik, oh, burgemeester Halsema heeft ook een slaapstoornis. Maar het is helemaal niet erg. Er zijn heel veel mensen die een slaapstoornis hebben. Als je zoekt op sleep disorders, dan krijg je 233 miljoen resultaten. Het is niet normaal zo veel als dit voorkomt. Er zijn heel veel mensen die kampen met moeilijk onregelmatig slapen. In deel 1 van dit drieluik hebben we ons gericht op het afzweren van slechte gewoontes. Voordat je gezond kunt gaan te slapen, moet je eerst je slechte gewoontes afzweren. Dus in deel 1 had ik gezegd, die schriftjes, dat moet stoppen. 'S Nachts met jezelf vergaderen, dat moet stoppen. 'S Nachts naar de keukentafel om schriftjes vol te pennen, dat moet stoppen. Dit werk doen zonder reserves, dat moet stoppen. En tassen vol met stukken mee naar huis, dat moet ook stoppen. Niet kwaad bedoeld, kijk, burgemeester Halsema is een fantastisch leuke vrouw, ziet er geweldig goed uit. Maar burgemeester Halsema is mijn leeftijd, rondom de 50. En als jij heel slecht slaapt, of niet regelmatig of niet voldoende slaapt, wij zijn geen 25 meer, dan ga je hartstikke kapot. Dan blijft er helemaal niets van die arme vrouw over. Dus deel 1, zweer in je oude gewoontes af. Stop met die schriftjes, stop met die waanzin. Dat is gewoon niet de bedoeling. Stop met dingen zonder reserves te doen. Je zult nou eenmaal reserves moeten overhouden, want je hebt kinderen en weet ik veel, allerlei andere dingen ook nog eens te doen. En stop met dat malen in je hoofd. Nou, dan deel 2 van dit drieluik. Daar had ik gezegd, zelfs als je al die gewoontes, slechte gewoontes afzweert en je gooit die schriftjes weg en noem maar op, ja, dan kun je nog steeds 's nachts wakker liggen. Haar slaapstoornis, de slaapstoornis van burgemeester Halsema,
komt heel duidelijk door de werk. Dit werkgerelateerde stress. En daardoor slaapt ze slecht. Dus ik had gezegd, begin een slaapritueel. Begin een naar bed gaan ritueel. Dat was deel 2 van dit drie luik. Hey, net zoals we allemaal een ochtendritueel hebben, zou je ook een gezond slaapritueel moeten hebben. En daar had ik wat suggesties voor gedaan. En dan het derde deel, dat is dit deel. In dit deel gaan we ons bezighouden. Weet waar je slaapt. Daar gaan we ons mee bezighouden. Weet waar je slaapt. En voor burgemeester Halsema is het allemaal echt geen pretje. Want zij slaapt in die ambtswoning. In het appartement in de ambtswoning op de Herengracht. En dat is helemaal niet haar buurt. Ze had een hartstikke leuk huis in Amsterdam-Oost. Waar ze heel gelukkig woonde met haar partner en haar twee kinderen. En dan moest ze weg. Dus je moet wonen in die ambtswoning. En daar heb je te maken met, nou, ten eerste is het de Herengracht. Weet je, dat is voor heel weinig stervelingen weggelegd. Dat is echt het allerduurste real estate in heel Nederland. Onbetaalbaar. Dus ja, dan ben je een beetje vreemde eend in de bijt. Dat appartement in die ambtswoning kan ze niet eens betalen. Zelfs niet met dat burgemeestersalaris. Dus dan wordt een speciale prijs gehanteerd. De gemeente moet daar nog wat bijleggen en dat wordt gerekend als salaris waar je officieel belasting over moet betalen, maar dat betaalt de gemeente dan. Dus je slaapt in een ambtswoning, niet in je eigen huis, in een vreemd bed, in een vreemd appartement waar je helemaal eigenlijk niet wilt wonen. En je woont maar tijdelijk. Je weet, over 6 jaar, dan ben ik geen burgemeester meer, dan moet ik weg. Dat is natuurlijk heel raar om met 2 tieners, en die van haar die zijn 15 of 16 of zo. Zij heeft een tweeling. Om met 2 van die tieners daar te wonen tot ze, weet ik veel, 21 zijn. En dan weten dat je weggaat. Weet waar je slaapt. Je hebt ook nog eens te maken met allerlei mafkezen die irritant komen doen op de gracht. Je hebt te maken met demonstranten op de Herengracht. Weet waar je slaapt. Het is gewoon niet een ideale locatie. Maar goed, ze moet daar nou eenmaal wonen. Dus ik had hier wat suggesties. We gaan er even voor het gemak van uit dat burgemeester Halsema inderdaad slaapt in een vreemd bed. Haar eigen huis staat, weet ik niet, zal ze verhuurd hebben aan kennissen of vrienden. Of weet ik veel, iets anders meegedaan. Misschien een huisoppas gevonden. Ik heb geen idee hoe ze dat heeft opgelost. Het lijkt me heel stug dat ze het verkocht heeft. Want dat zou gewoon zonde zijn. Want ze zat op een toplocatie. In een woning die ze heel erg leuk vond. Dus we gaan er even vanuit dat ze in die ambtswoning, in dat appartement, in die ambtswoning, in een vreemd bed slaapt. Is dat wel nodig? Weet je, je slaapt slecht. Je bent de hele nacht wakker. Allemaal gekke dingen aan het doen s'nacht. Is dat wel de bedoeling? Nou, ikzelf ben een beetje radicaal gegaan wat slapen betreft. Ik zeg niet dat andere mensen dit moeten doen. Ik zeg niet dat de burgemeester dit moet doen. Maar dit is hoe ik mijn ernstige slaapstoornis ben gaan oplossen. Ik slaap namelijk niet in 1 bed. Ik heb 3 bedden. Rustig aan. Ik ben niet een van de patsen die heel veel geld heeft. Ik heb 3 plekken waar ik slaap. En afhankelijk van hoe ik me voel, kies ik een bed om in te slapen. Ik ga het een beetje proberen uit te leggen. Mevrouw de burgemeester, let u op. Fantastisch foto. Ze lijkt een beetje oud omaatje die klassiek ouderwets aan het voorlezen is. Ik vind het super foto. Oké, dit is mijn eerste bed. Waar zijn we hier nou aan het kijken? Dit is een Thermarest Ridge Rest. Dat is een soort NASA-matje. Ik heb deze variant volgens mij. Je kunt hem kopen bijna overal. Deze is niet iets wat je moet opblazen of wat dan ook. Zoals je ziet, het rolt op. Nou, helemaal niks. Maar dit is een heel dun matje van een soort NASA-materiaal. Ja, je rolt het op, je doet een elastiekje omheen. En je doet het ergens in een kast. En als je denkt van, nou, vanavond wil ik graag heel minimalistisch slapen. En ik wil lekker op dat matje liggen, want het is fantastisch goed voor je rug. Dit soort dingen, een beetje een soort kampeergevoel, maar dan in je huis. Dan rol ik dit matje uit. En dan heb ik een goedkope slaapzak en dan kruip ik in die slaapzak. En dan lig ik als een worst op mijn rug, helemaal doodstil op dit matje.
En dan heb ik een heerlijke nachtrust. Mandje kost niks. Volgens mij was ik 16 of 18 euro kwijt voor de mijne. En ik had hem binnen een dag. Dan heb je ook geen ruimte in beslag. En weet je wel, als je visite krijgt of wat dan ook. Hier, ik heb een logeermatje. Of als je kinderen visite krijgen. Weet je, misschien wilt u er twee kopen. Mevrouw de burgemeester, u heeft wat meer te besteden dan ik. Maar dit slaapt heerlijk. Ik heb deze, de grijs-zilveren variant. Die vond ik het mooiste. De katten krabben eraan. De katten liggen erop. Want ik laat hem soms gewoon overdag liggen. Het is ook heerlijk om ochtendgymnastiek op te doen. Maar het is ook relaxed om op te zitten. Weet je, als je op de grond zit, dat je niet op die koude vloer zit, dan zit je op dat matje. Het matje isoleert en houdt je warm. En met een slaapzak, het is echt heerlijk om op te slapen. Ik zou er eentje kopen als ik u was, burgemeester Halsema. Thermarest, Ridge Rest. Weet waar je slaapt. Dus dit is een van mijn bedden, zeg maar. Dan is dit wordt mijn tweede bed, of is mijn tweede bed. Dit is de Kussengigant. En de Kussengigant is een fantastisch leuk bedrijf. Je kunt hier gek gaan doen. Je zegt, nou, ik neem zo'n hele grote zitzak. Dat is leuk voor die kinderen om op te liggen. En wat is het? Ja, het is een soort fatboy, maar dan betaalbaar. Dus hun zitzakken zijn niet zo duur. Die is 165 bij 140. Het is lang niet groot genoeg. Ja, natuurlijk is dat wel groot genoeg. Want je neemt deze opgerold en die leg je aan je voeten eind. En dan leg je, weet je, je voetjes hangen net iets over de rand. Ik ben 1,80. Ik rol me op als ik op mijn bed lig. Dus je zou voor een zitzak kunnen gaan. Ik heb dat niet gedaan. Ik heb een tijd een zitzak gehad. Zo'n fatboy. Ik vond dat helemaal niks. Nou, ik heb zo een genomen. Die kostte helemaal niks. Een zogenaamd leefkussen. Het is 100 keer 140. Dus het is een meter bij 140 centimeter. En dit is van een soort, ja, wat zal het zijn? Een soort hemp. Een soort jute. Geen idee. Het is onverwoestbaar. De katten krabben eraan. Makkelijk schoon te houden. Je rits die hoest eraf. Je dondert het in de was. En ik heb deze kleur genomen. Ze zijn 42,50 zijn ze. En deze dingen zijn fantastisch. Ook heerlijk om op te zitten. Je kunt ze buigen en in elkaar deuken. Dus je kan ze dan gebruiken als een soort stoel. Dat is hartstikke leuk. Je kunt ze in de lengte buigen. Dan wordt het een soort zitbankje voor twee personen. Kinderen kunnen erop liggen en naar de televisie kijken. Huiswerk op doen en noem maar op. En als ik soms geen zin heb in deze, maar denk van, nou, ik ga echt mijn mandje in. Ik ga mezelf echt helemaal oprollen als een poes. Dan slaap ik op mijn leefkussen. Weet waar je slaapt. Let u op, mevrouw de burgemeester. Weet waar je slaapt. Dit ding zet je gewoon rechtop tegen de muur. Weet je, dus je krijgt allemaal ruimte in je huis. Dat matje neemt helemaal geen ruimte in beslag. Maar dit ook niet. En echt waar, er wordt opgeknoeid en er wordt wijn opgemorst. En een sigaret die niet helemaal goed valt, weet je wel. Dit kan echt wat hebben. En de Kussengigant, ja god, een gigantisch kussen voor 42,50. Dat is geen geld. Ik zit er zelfs over te denken om nog een tweede te gaan kopen. En dan zou ik een beetje donkerbruine willen. Een beetje, ja, deze kleuren eigenlijk vind ik wel mooi. Een leefkussen. Dus dat is mijn tweede bed. Ja. En soms, en dan heb ik geen zin om op dat matje te liggen. En ik heb geen zin om op dat leefkussen te liggen. En dan heb ik er zo één. Ik heb deze. Heb ik. Een hangmat. En ik heb die hangmat, die heb ik hoog opgehangen aan twee muren in mijn slaapkamer. En wat je doet is, je klipt de ene kant los. Dan loop je naar de andere kant van de kamer en klipt hem daar vast. En dan hangt je hangmat als het ware aan de muur. Zonder dat die hele kamer de doorloop, zeg maar, in aan het verstoren is. Dit is een eenpersoons hangmat. Nou, je ziet het, dat kost niks. Dat is 16'tjes. Ik vind het lekker om alleen te slapen. Ik kan er echt niet tegen als er mensen naast me liggen. En nu heb ik keuzes. Ik klip dit ding los. Klang, hang hem aan de andere kant van de muur. En heb ik een hangmat. En ik kan daar heerlijk in met mijn laptop een filmpje kijken. Of naar muziek luisteren. Of gewoon een beetje achterover in wegdommelen.
Als ik erin slaap, ja, heerlijk. Ik kan erin liggen op mijn zij, ik kan erin liggen op mijn rug. Het is fantastisch lekker voor je rug. Als het echt koud wordt en ik slaap graag met het raam open, ja, dan wil je wel een slaapzak hebben. Want dit, ja, het is ook een soort canvas die speelt, dus je rug wordt wel heel koud. Maar als, ja, ik doe het wel van de winter. Ik heb laatst nog in mijn hangmat geslapen, lag heerlijk. En toen had ik niet een slaapzak, maar gewoon een wollen deken had ik. En het is, ja, gewoon heerlijk voor je rug. Ik vind dit ook heerlijk voor je rug. Ik vind dit ook heerlijk voor je rug. Dus dit is mijn derde bed, zeg maar. Dus ik heb 3 locaties waar ik kan slapen. En dat geeft mij keuze. Geeft mij dat en het geeft mij opties. Dus afhankelijk van hoe ik me voel, afhankelijk van hoe mijn rug zich voelt, kies ik één van deze 3 plekken om te slapen en daar plof ik neer. Helpt dit? Nou, en of mevrouw de burgemeester, dit helpt fantastisch. Ik heb nog wel eens een nacht dat ik helemaal niet kan slapen en wakker word. En ik heb nog wel eens dat ik midden in de nacht wakker word en dan toch aan het piekeren ben, et cetera. Maar dat is het leuke aan 3 slaapplaatsen. Stel je even voor, ik ga hier op dit matje liggen. Ik slaap daar een paar uurtjes, ik word ongemakkelijk wakker. Niks aan de hand, dan switch ik. Dan denk ik, nou, ik ga de rest van de nacht op mijn leefkussen liggen. Of ik begin op mijn leefkussen en word ik 's nachts wakker, denk ik, ik wil toch wat anders. Ja, trek ik die hangmat uit de muur. Klink, koppel hem vast met zo'n karabijnhaak. Pak mijn kussen op, pak mijn deken op, hobbel naar de andere kamer en duik mijn hangmat in. Ik geef toe, het is misschien wat onorthodox, maar ik vind het een... hoe lang doe ik dit nu? Nou, ik denk toch al 1 jaar of 3. En ik ben begonnen met de hangmat. Daarna heb ik het matje gekocht en daarna heb ik het leefkussen gekocht. En het is absolute verwennerij. En als je die bedragen even bij elkaar optelt, weet je wel. 20 euro's voor dat matje. 4 tientjes voor dat leefkussen. En 6 tientjes voor die hangmat. En dan ben je ietsje meer dan 100 euro kwijt. Mevrouw de burgemeester, weet u wat een beetje behoorlijk bed kost? Dat kost bakken en bakken met geld. Bakken en bakken met geld. En een lattenbodem en een matras en een dit en een dat en een nachtkastje. Heb ik allemaal niet nodig. Heb ik allemaal niet nodig. Nou, de burgemeester is niet single, zoals ik. Maar ze hebben 2-persoons hangmatten. Ze hebben grotere leefkussens. En ze hebben deze ook voor 2 personen. Vraag eens alleen of je dat wil. Ik bedoel, op dit moment is ze ook in haar eentje 's nachts wakker. Allemaal gekke dingen aan het doen en aan het ronddolen, et cetera. Dus op het moment dat u al uit uw bed bent. En u bent weer wakker en u bent weer aan het piekeren. Rol dat matje uit. Rol je op als een kat, als een poes op dat leefkussen. Of kling, hang die hangmat op en kruip daarin. Geloof me, naar de burgemeester, mevrouw de burgemeester, het is echt wel een poging waard. Misschien houdt u niet van hangmatten. Dan doet u dat niet. Misschien vindt u een ander soort leefkussen leuk. Misschien had u een ander matje in gedachten. Maar u slaapt al in een vreemde woning. En met allerlei beveiliging en vreemde mensen voor de deur. U slaapt dan niet in uw eigen huis. U slaapt dan niet in uw eigen bed. U zit al op de Herengracht. Een locatie waar u normaal gesproken nog geen berging of glasbak zou kunnen betalen. En u kampt met een hele serieuze ernstige sleep disorder die gerelateerd is aan werkstress. Dit gaat u niet volhouden, mevrouw de burgemeester. U kunt niet 6 jaar lang 's nachts wakker zijn. Deel 1, afzweren van slechte gewoontes. Deel 2, zoeken naar een gezond slaapritueel om naar bed te gaan en in slaap te komen. En dan dit was deel 3, weet waar u slaapt, mevrouw de burgemeester. En ik zou gaan voor wat opties. Dit zijn mijn opties, ik probeer ze niet op te dringen. Maar het is wel de moeite waard om een keer te proberen. Zoveel kost het niet. En wie weet werkt het wel. Of werkt een andere combinatie. Maar als je meer plekken hebt waar je kunt slapen. Dat is een enorme luxe. Mochten er onder de trouwe kijkers van dit YouTube kanaal. Dit razend populaire YouTube kanaal. Kijkers zitten die kampen met slaapstoornissen. Ik zou zeggen, bekijk dit 3-luik. Doe er je voordeel mee.
En ik hoop dat iedereen die slecht slaapt een eigen combinatie, een eigen manier kan vinden om beter te slapen. Want gezonde nachtrust, lieve mensen, dat is het allerbelangrijkste wat er is. En dat geldt voor mij, dat geldt voor de trouwe kijkers van dit kanaal en dat geldt ook voor onze burgemeester. Lieve mensen, dat was hem weer. Dank jullie wel voor jullie en tot de volgende keer.